Hey, goed dat je er bent. Waarschijnlijk heb je de koppen wel voorbij zien komen. Steeds meer kinderen met volwassen ziektes. Nederlanders met overgewicht steeds vaker behandeld door medisch specialisten. En een verhoogd risico op diabetes type 2 bij nachtdiensten. Het is slechts een kleine greep uit de kranten, maar je snapt de strekking. Nederland lijkt steeds zieker te worden. En dat betekent dat de zorg alleen maar duurder wordt. De focus lijkt er ook meer te liggen op het genezen van mensen en niet op het voorkomen van de ziektes. Toch kan het anders. Een paar eeuwen geleden leefde in China de dokter en filosoof Li Xinzhen. Hij liet zijn patiënten niet betalen voor de momenten dat ze ziek waren en hij ze beter moest maken. Nee, hij liet ze juist betalen voor de maanden dat ze gezond waren. Elke maand dat de patiënt gezond was, ging een klein bedrag naar Li. En werd de patiënt toch ziek, dan kreeg Li niets. Totdat hij de patiënt weer beter had gemaakt. Een knap staaltje omdenken. Li hield zich dus eigenlijk niet bezig met geneeskunde, maar met gezondheid. Zijn uitgangspunt? Een zieke genezen is hetzelfde als wachten tot je dorst krijgt, voordat je een waterput graaft. Natuurlijk kun je ziektes niet altijd voorkomen en zal er altijd geneeskunde nodig zijn. Maar stel je eens voor dat we samen een systeem creëren waarin de focus niet ligt op ziek zijn, maar op welzijn. Waarin we actief bijdragen aan voorkomen, nog voor het genezen. Gelukkig zien we ook vandaag de dag initiatieven die voortborduren op deze denkwijze. Zo is er bijvoorbeeld het Nationaal Preventieakkoord. Een akkoord tussen ruim 70 verschillende partijen die gezamenlijk belangrijke stappen zetten tegen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Een omslag in het denken over welzijn en vitaliteit binnen onze maatschappij. Als Medireva willen we dit omdenken in de zorg stimuleren. Maar dat kunnen we niet alleen. En daarom zijn we op zoek naar mede-omdenkers. Van politici tot zorgverzekeraars, van gedragswetenschappers tot gezondheidscoaches en van diëtisten tot medisch professionals. Gelijkgestemden die vinden dat de focus moet komen te liggen op welzijn in plaats van op ziek zijn. Laten we niet wachten tot we dorst krijgen, maar juist nu de putten graven. Ben jij al om?